O ki. Hallo. Okidoki. Hij <laughs> wilde... Ik klikte er gewoon echt totaal niet goed op. Dat zou echt gewoon dramatisch geweest zijn. als dat... Uh... Oef. 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 Dit ziet eruit als een hele... Typische... Russische... En ik heb nog gelijk ook. brug. Maar... Maar... Ik heb het idee dat dit een locatie is die we vrij recent gehad hebben. Nou heb ik totaal geen idee waar dat meer was. Ik dacht dat dat ergens hier in de buurt was. Maar goed. Um Zullen zien. Misschien dat we ergens anders nog meer aanwijzingen krijgen, maar laten we hopen dat, uh... dat we een beetje een goed idee krijgen of zo, waar, uh... hmm. oeah. Ik denk niet dat ik hier nog veel meer ga zien. Hou um, ik die kant op. Kijk kijken of we daar iets uh, vinden. Oh nee, want dit is gewoon. Ah. Ik wou dat ik hem gezeefd had, maar helaas. Misschien ook wel zo. misschien dat ik op die op het kruispunt nog een andere kant op kan. Nee, zo je niet, helaas. Uh. Dan het. Ik snap eigenlijk vooral niet waarom dit geblokkeerd is. Dat is niet echt des Rusland. Aan de andere kant, ik heb dat ook nog niet gezien in Oekraïne. Dus dat is de enige andere plek waarvan ik denk dat het, het is. Overigens dit is dit niet een plek waar ik dacht dat het was. Maar goed, ik laat hem gewoon lekker staan. Want ik heb echt geen idee. Weet je wat ik. Bedoel? Hmm. Durf ik het aan, durf ik te zeggen van weet je wat we doen? We zetten hem daar op die grens bij Oekraïne weg. Omdat ik niet zeker weet of dit Rusland of Oekraïne is. Ik ga puur omdat het niet de locatie is als. Ik ben blij dat ik het gedaan heb. Ja, kijk, wat ik zeg. Als dit bevestiging was geweest dat het de locatie was waar ik eerder aan gedacht had, dan had ik hem als niet verzet. Logisch. Nou, eigenlijk niet logisch, want ik wist niet wat het was. Dus. Wat dat, wat dat betreft <laughs> maakt het ook heel weinig uit. Maar goed. Um, dit is Europa. En dit is sp ik vergeet altijd of dat sp is ik denk dat hier het antwoord komt ik denk dat het Portugal is of is het uh ik denk dat het ...Italië is dan. Denk ik. Uh, oh. oh. Uh, ik dacht heel even dat het een andere vlag was. Uh, uh. En ik dacht dat er daar een URL op stond. Helaas. Helaas. Uh, ja, dit kan heel goed Italië zijn. Kan ook heel goed Niet-Italië zijn. Uh, ik denk, oh, dat is niet eens een bot. Ik dacht dat het een bot was. Ik wou zeggen: uh, dat bot zit helemaal verborgen achter het gebladerte. Daar heb ik niks aan. Ja, nou, dat klopt, want het is niet eens een post. Dus ik heb er sowieso niks aan. Uh, SS, dus SP, dat zal waarschijnlijk wel kloppen. Dat zal er nog wel kleinere wegen zijn, gok ik. Uh, het klopt ook in ieder geval met de kleuren. Tenminste, ik zal het anders zeggen. Ik denk dat het klopt met de kleur. Uh, we zullen het zo wel zien. Ik, ik, ik denk dat het in ieder geval Italië is. Maar goed, dat. dat... Te tijd. Oh, wauw. Dat is echt veel dichterbij dan dat het mag zijn eigenlijk. Oh, ja. Well. Um. Hmm. Toen ik dit zag op mijn eerste, gedacht van... Oh, dat is Australië, maar... Ze rijden aan de... Oké, okay, dan nou moet ik even goed opletten, want dit is heel. Oh nee, 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 klopt wel, klopt wel, zo, wauw. Maar wat is dit dan? Argentinië. Argentinië, Mexico, Brazilië. Ik, ik wil graag een kilometerbordje per bevestiging zien, eigenlijk. Uh, oh Dit uh, is echt een hele goede. Ik heb echt geen idee wat dit zou zijn. Dan, dan denk ik dat dit Brazilië is. Puur omdat ik weet van als het een beetje op Australië lijkt, dan zou het wel eens Brazilië kunnen zijn. Maar... Even kijken of we... Ja, en ik heb ook geen. We komen weer op dat. Ik, ik denk. Dat het Brazilië is. Maar ik heb daar echt. Totaal verre is nul bewijs van, zeg maar. Dus ik hoop eigenlijk dat ik nog een. een, een Nee, het is uh, Argentinië. Dan moet het wel hierboven zitten. Want hieronder is het echt stukken. Dit is niet een standaard. Uh, Dingen die we wel zien in Argentinië. Ja, want dit is goed, nummer 9 weer goed nummer 9 leggen hier ik ik zet hem nee pff, pff, pff. het was turkist in de buurt van salta het zal altijd om in de buurt van salta zijn oh well um. Dit is. Waarschijnlijk kan ik het hier wel zien, gok ik. Hongarije. Even doorheen. Het stiekem wel een klein beetje jammer dat ik, uh... dat ik het nou verloren heb. Maar aan de andere kant. Um... Ik denk zelfs van waar ik hem had staan dat ik het niet gered had, zeg maar. Dus. En het feit dat ik uh, ook pas uh, nou, in, in de laatste minuut eigenlijk echt pas door had dat ik in, uh, in Argentinië zat, dat, dat zegt ook al wel genoeg wat mij betreft. Want als dat bordje niet gestaan had, dan had ik hem gewoon 100% in Brazilië laten staan. Daar geef ik gewoon echt heel eerlijk toe. Dus ja, dat. Daar dat, 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 dat kan ik wel over. Oh nee, ik ga beter op moeten letten. Nee. Want wat ik zeg, ik ben ook niks tegengekomen. Want uh... even kijken, Kormani. Ik dacht dat dat een was, toch? Ben ik nog gek? Nou, dat ben ik sowieso. Oh, daar niet van. Maar. En de enige reden dat ik hem in Budapest gezet heb is omdat het een grote stad is. En overigens, serieus, als dit niet Hongarije is, ondanks dat er .hu staat. Okay, helemaal lijp. hu Ook nog een keer pressing.hu. Klaar. Dan, dan, dan weet ik het ook niet meer, weet je. Lidl. Lidl, dat is een winkel die we overal hebben. Yahoo. Uh, ja, wat ik zeg. Ik zoek eigenlijk gewoon naar bevestiging welke stad dat het is. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Maar goed, dat ga ik in die tien seconden ga ik dat niet meer krijgen, denk ik. Oké. Okay. <laughs> Ofwel. Jee. Laat um, ik deze eerst even bekijken. Voordat ik. Nou uh... oh, dit is. Uh... Ah! of is dat ook weer um, Argentinië? Ehm, um, scheisse. Want volgens mij is de... Zijn de potjes in. in dingen zijn veel minder. zijn. Uh, een andere kleur, denk ik. Uh, het is, oh wacht. Zo. So, Hallo. Oh, Laat <laughs> we vooral niet in Parkway zetten, alsjeblieft. Als zijn er van. Uh, Paraguay heeft volgens mij geen tot bijna geen uh, dekking, wat betreft. Uh, met het, ik denk niet dat dit Uruguay is. Ik denk dat het wel gewoon Argentinië is. Ja, dat is geen bevestiging, helaas. Dat zou het zijn. Wanneer komt deze uit? Deze komt op uh, kerstavond uit, hè? Ja. Tenminste, uh, ochtends niets. S'middags. Maar, fijne kerst of als? Nou, de, de eerste en de tweede kerstdag is er ook gewoon een. Uh, een Geocacher daily Challenge. Dus vrees dat niet. Alleen ja. Wat ik zeg, fijne kerstavond alvast. Ja, dat helpt ook niet. Ik denk dat, als ik me goed herinner. Dat. Ja, het was wel Uruguay. Damn it! Oh well. Het uh, uh, was toch niet dat ik überhaupt nog het kon halen hoor, no? daar niet van, maar. Oh uh, well. Er stond op de potje toch Route 4. Dit is Route 9. Uh. Weet je, het is wat het is. Oh, nee. Het bestond er wel goed in. Nee. Oh, wel. Oh, wel. Maar goed. Dat was het in ieder geval voor vandaag. Morgen weer een hele challenge. En dan zeg ik... Tot morgen.